Het oostelijk deel van het A1 bedrijvenpark is uitverkocht en nagenoeg volgebouwd met mooie bedrijven als het Van der Valk Hotel, de Porsche Dealer en het Leger des Heils. Mooie bedrijven en het terrein biedt werk voor meer dan 1000 mensen. Omdat het vol is, starten wij de uitgifte van het nieuwe westelijke deel van het A1 bedrijvenpark. Daar leggen we de standaard voor duurzaamheid hoog. Voor zover ik kan zien, de hoogste lat in Nederland. Natuurlijk geen aardgas, maar de mogelijkheid om biogas te betrekken bij lokale melkveehouders. De elektriciteit komt van de windmolen af. Natuur inclusief bouwen gaan we allemaal doen. Alle daken komen helemaal vol te liggen met zonnepanelen. En het mooiste, circulair bouwen wordt de standaard. Dat is heel bijzonder, maar dat zorgt er ook voor dat wij hier over 20 jaar nog steeds een bedrijventerrein hebben waar we met z'n allen trots op kunnen zijn. Als het gaat om het soort bedrijven streven wij naar diversiteit, waarbij we voldoen aan de originele 3 doelstellingen van het A1 bedrijvenpark. De creatieve maakindustrie, de lokale bedrijvigheid en de grootschalige distributie. Ik ben blij dat wij al een eerste grote koper kunnen aankondigen in dit filmpje. De enige grote distributiekavel wordt gekocht door een landelijke supermarktketen die nu al in Deventer gevestigd is met een distributiecentrum. Ik vind het fijn dat wij dit lokaal gewortelde bedrijf uitbreidingsruimte kunnen geven binnen hun eigen gemeente Deventer. Door de fusie met Plus en Coop ontstaat de derde service supermarkt van Nederland. Met een marktaandeel van meer dan 10% hebben we ook een heel goed distributienetwerk nodig. We hebben natuurlijk al een distributiecentrum hier in Deventer, een vers distributiecentrum. En dat willen we graag verplaatsen naar deze mooie nieuwe locatie, waar we een nieuw duurzaam distributiecentrum gaan ontwikkelen, zodat we vanuit hier en vanuit de locatie in Barendrecht dagelijks al onze versproducten kunnen leveren aan onze winkels. We zijn ook enorm blij dat we samen met de gemeente Deventer deze locatie verder kunnen ontwikkelen en verder kunnen bouwen aan onze toekomst. Nou, vanuit Parkmanagement en Bedrijvenpark De Weteringen hebben wij vernomen dat Coop hier ons bedrijventerrein gaat verlaten. Aan de ene kant zijn we daar best rouwig om, omdat Coop een heel betrokken bedrijf was. De distributiemanager of de DC-manager zat ook bij ons in het bestuur. Dacht ook met ons mee over verbetering van De Weteringen, heeft daar ook best veel in betekend. Aan de andere kant zijn we ook blij dat Coop met de fusiepartner Plus heeft besloten om in Deventer te blijven. Nieuw te gaan bouwen op het A1 bedrijvenpark. Dus de werkgelegenheid blijft behouden, die wordt zelfs denk ik meer. Verder zijn we ook blij omdat deze plek weer beschikbaar komt voor bedrijven hier op de Weteringen. Want we weten dat daar best veel bedrijven van eigenlijk op slot zitten. Die groeien goed, die doen mooie dingen, zijn met duurzame ontwikkelingen bezig. Alleen komen ruimte tekort. En ja, dit zou een hele mooie plek zijn waar die bedrijven eventueel verder kunnen groeien.